Hij geldt ondanks het wegvallen van The Voice of Holland nog altijd als de grote televisiester van RTL4, Martijn Krabbé. Toch zorgde het voor weinig controverse toen hij anderhalve maand geleden op televisie riep dat hij ermee wil stoppen. Wat de presentator dan wel? Plaatjes draaien op dancefeesten, aldus de 54-jarige presentator. Media Insight redactrices Tamar Bot en Fanny van der Rijt laten in hun podcast De Mediameiden blijken niet onder de indruk te zijn. Hij wil stoppen met tv. Hij denkt dat dit zijn laatste contract is bij RTL, zegt Tamar. Fanny merkt op dat het een beetje mode is onder mediaprominenten om heel blasé over hun tv-toekomst te praten. Ja, dat vond ik ook wel weer heel geestig, want we hebben het er wel vaker over gehad dat in de media mensen dat eigenlijk altijd zeggen, van, nou, ik denk dat ik misschien het roer om ga gooien. Ik ga iets heel anders doen. Ik voel dat het klaar is. Tamar cynisch, ja, voor hem is niet zo leuk als mensen die voor hem staan op de dansvloer en uit hun dak gaan. Fanny, ja, handjes in de lucht. Tamar, hij wil dus DJ gaan worden. Ik denk van, nou, Martijn Krabbé, mijn zegen heb je gewoon hoor. Fanny lijkt erop te hinten dat het misschien een schreeuw om aandacht is van Martijn. Als hij het wil, kan hij het met al die miljoenen op de bank immers gewoon doen, wat staat je in de weg? Tamar, heeft hij misschien een beetje een midlife crisis? Dat kan ook nog, je weet het niet. Martijn deed zijn bewering in de talkshow van Bo van Ervedorens. Fanny, wat ik heel grappig vond is dat toen Bo hem zag, toen zei hij, hey, ridder. Tamar, is dat normaal? Fanny, dat vind ik echt bizar. Tamar, is dat voor kakkers normaal taalgebruik?